Radio GoGo! Radio GoGo, de razend populaire radiozender met flitsende DJ's en spectaculaire supersound, heeft een groot probleem. De luistercijfers zijn sinds enkele weken scherp gedaald. En omdat de luistercijfers belangrijk zijn voor de inkomsten van de radiozender, begint de musical met een spoedvergadering. De steenrijke Adriaan Flonken en zijn vrouw Angelique zijn de hoofdsponsors van Radio GoGo. Zij negeren het advies van de financiële control manager Marcello van Duppen. Hij wil de stekker eruit trekken. Besloten wordt om een grondig onderzoek in te stellen. Een mooi klusje voor onze zoon Frederik, stelt Angelique voor. Hoe deze nietsnut in rusten dit gaat oplossen, zullen we later zien. Volgende ochtend begint de radio-uitzending van Radio GoGo om 7 uur met DJ Dennis. In zijn programma Stennis met Dennis wordt iedere ochtend aan een live act de gelegenheid geboden zich te presenteren. Dit keer is dat de band De Mazzel uit Pochem. De vier jongens playbacken een cover van toen of een hit van nu. Hierna volgt het blokje met reclameboodschappen. Deze commercials zijn niet alleen te horen, maar worden op komische wijze voorgelezen en gespeeld. Ondertussen zijn de andere DJ's van Radio GoGo gearriveerd. Ze zijn gebeld om naar een spoedoverleg te komen, waar ook programmaleider Wouter de Groot en Frederik Flonken bij aanwezig zijn. De DJ's krijgen te horen dat Radio GoGo nog 1 maand de tijd krijgt om zich terug in de markt te vechten. Als dat niet lukt, is het definitief afgelopen met de zender. Net voordat Frederik met de anderen wil gaan brainstormen om een plan de campagne te bepalen, zien we als een duveltje uit het doosje Marcello van Duppen tevoorschijn komen. Het publiek begrijpt dat de financial control manager bepaald niet geliefd is en zich ook verdacht gedraagt. Frederik weet van Duppen op handige wijze te laten oppoepelen, waarna het brainstormen kan beginnen. Komen we heel even terecht in het kantoor van Radio XFM. Hier is de stemming volkomen omgeslagen. Directrice Gina Sarletti vraagt zich stamvoetend af waarom Marcello van Duppen heeft gefaald. Zij, en alleen zij, wil de allergrootste zijn. Voor Radio GoGo is geen plaats. Laat dat duidelijk zijn. Terug bij Radio GoGo zien we het resultaat van de brainstorm-sessie. Er zijn 2 superideeën. DJ Bo weet absoluut dat zijn stotterende neef Steve een hit zal worden. Die gast is echt een topper. Alleen heeft hij nooit een kans gehad om dat te bewijzen. Zijn naam is Steve, de stotterende DJ. De stamelende
mop, morgen lieve luisteraars. Hier ben ik weer met superhits. Alle oortjes open, hou je vast. Want nu komt die bliksemflits. Een week later blijkt Steve een geniale zet te zijn geweest. De luistercijfers zijn omhoog geschoten. Gina Sarletti is not amused. Spinnijdig beveelt zij haar frontmanager Kim Roevers en manusje van alles Karel van Zutphen een oplossing te bedenken. Karel verzint ter plekke de digitale ontstotteraar. Dit apparaat haalt alle stotters en stottertjes uit de tekst van Steve, waardoor van zijn unieke optreden weinig overblijft. In de volgende scène zien we het tweede brainstorm-resultaat. De positieve goeroes Fiona en Buzz Rosenboom zijn live aangeschoven bij het programma Suus van alle markten Thuis. Suus leert hoe ze door positief te praten een stuk beter overkomt en hierdoor veel meer luisteraars zal scoren. Een van de trucs is om alle nee-klanken in woorden te vermijden. Dit is immers negatief. Dit leidt natuurlijk tot vreemde en komische woordveranderingen. Zo wordt Nederland, Jaderland, een neef, een jaaf, etc. Het heerlijke lied Doe het positief, man benadrukt de boodschap van Fiona en Buzz. De scène wordt feestelijk afgesloten door de dansgroep So Happy Together. Live dansen op de radio? Natuurlijk! De positieve dansvibraties laten iedereen afstemmen op Radio GoGo. Een week later wordt tijdens een spoedberaad besproken hoe het mogelijk is dat de snel stijgende luistercijfers in zo'n korte tijd nog sneller naar beneden zijn geschoten. Steve was één groot succes. En Suus, na de sessie met Fiona en Buzz, een superkraker. Frederik Flonken, de troubleshooter, kan slechts één conclusie trekken. Hier zijn hogere machten aan het werk. In het gelijknamige lied wordt op mysterieuze wijze bezongen wat hiermee wordt bedoeld. Op het kantoor van Radio XFM is het feest. Gina Sarletti bejubelt de kwaliteiten van Karel van Zutphen. Net als Karel deze complimenten wil verzilveren in loonsverhoging, komen drie werknemers van de firma Wij zien er een gat in BV binnenlopen. Verbouwereerd vraagt Gina om opheldering. Jaap zegt dat er een melding is geweest van het automatische verstoppingssysteem en dat iedereen binnen 10 seconden het pand moet verlaten. Nadat Gina door Kim het toilet heeft laten doortrekken om dit te checken en hierdoor de hele studio onder water staat, verlaten Gina, Karel en Kim hals over kop het pand. De ontstoppers hebben nu tijd om overal afluisterapparatuur te plaatsen. De drie specialisten blijken door Frederik Flonken te zijn ingehuurd. Hij bewijst hiermee helemaal geen nietsnut in rusten te zijn, maar zelfs de meest ingewikkelde problemen te kunnen oplossen. De volgende dag zien we een furieuze Gina haar kantoor binnenlopen. Zij weet dat haar een streek is geleverd. Voordat ze uit haar vel kan knappen, wordt er aangebeld. Het zijn de politieagenten Bert en Kees. De twee confronteren Gina en haar twee medewerkers met keiharde feiten en bewijzen.
Het spel is uit. Terwijl we nog net zien hoe Gina geboeid wordt meegenomen door de twee agenten, switchen we weer naar Radio Gogo. DJ Mike presenteert op dat moment zijn Radio Live Act. Het is de meidengroep Super Clean. Met hun hit Splinternieuwe Ringtone zetten ze de boel op stelten. De stemming wordt nog groter als DJ Mike uitroept dat Radio Gogo blijft bestaan. Heel sportief worden aan het einde ook de partners in crime, Gina en Marcello, bedankt voor hun bijdrage. Iedereen zingt tot slot uit volle borst het swingende lied Radio Gogo. Radio Gogo, the musical. Don't miss it. Dit is de sound van Radio Gogo.